allemaal mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Duval omhoog en vandaag heb ik een pad met deze Aston Martin, fictieve politieauto. Ik zeg het er alvast bij, de Nederlandse politie rijdt echt niet met een Aston Martin een markt rond. Misschien ook wel, misschien weten we het helemaal niet. Nee, ik weet bijna 100 miljoen procent zeker dat dat niet het geval is. Maar goed, ik zag hem voorbij komen en ik vond hem wel pretty badass. Je ziet de grillflitsers wel wat erin, voor de rest heeft hij niet echt heel veel spannends erop of eraan. Het is gewoon Aston Martin. Nadeel is tot mijn, ik denk mijn vehicle.meta, voor de mensen die er verstand van hebben, niet meer echt functioneel is. Want als ik iets verander erin, dan verander ik het niet in game. En ik heb toch echt de juiste locatie ervoor, dat weet ik zeker. Maar eens uit hoeveel vehicles.meta ik vervang en hoeveel ik er gebruik, hij past niet aan. Dus het geluid is niet heel spannend of zo. Anyway, we gaan op pad. Hij is gemaakt door Rowan Waslijn. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat hij vooral blauw erop heeft gezet. En niet echt heel veel meer. Maar goed, Rowan, laat even in de comments weten als ik nou iets heel erg... Als ik heel erg beledig terwijl jij die hele auto hebt gemaakt. En ik zeg dat je alleen blauw hebt gedaan. Voor zover ik weet heeft Rowan een bepaalde tijd, een periode gehad. Dat hij heel veel van dit soort unmarked voertuigen gewoon even... deed uploaden met blauw en zo. Ja, dit gaat eigenlijk niet, was niet mogelijk zoals jullie zagen aan de onderkant. Ja, dus unmarked, voor de rest niet echt veel spannende dingen. Nogmaals fictief. Meteen een prio 1 melding van een gevecht. Beetje lekker crossen ermee, hè. Branche richtlijnen, je weet zelf. En hier naar rechts. Oh. Geef Wim geen Aston Martin. Meneer, staat u nog op? Ja zeker, hij staat nog op. Want dat gaat fout. Hij is ook wel erg snel. Ja, gaat keigoed. Even inkomen weer. Ik heb al heel lang niet meer met het stuurtje gespeeld namelijk. Dames en heren, even stoppen. Dames en heren, even stoppen. Meneer? Oké, meneer wordt ingemaakt, dat wil ik even wel zien. Zo. Gekke. Nu is het klaar. Nu is het klaar, nu is het klaar. Hoppa. Nu is het klaar zeg ik. Pik je mans kerel man, pik. Hoppakee, ik ga gewoon meedoen hoor. Ik zeg je eerlijk. Ik ga gewoon meedoen. Ik heb wapenstokkels en jullie krijgen... klapjes met de wapenstokkels. Jij ook? Iedereen wapenstokkels, klappers. Ja, jij ook. Hoppakee. Leg maar bij elkaar. Zo. Zij hadden een controle. Er zijn geen eenheden meer nodig. Nee, inderdaad. Geen eenheden meer nodig. Misschien wel een ambulancetje. Ik ga het allemaal voor de goede orde even een ambulancetje laten komen. Even kijken of iemand nog klappers van wapenstokkels nodig heeft voor bandje droppers. Nee. Kijk goed hier. Niks aan de hand. Mooi als blauw aan zat, hè. En ik vind hem wel badass. Ik zeg je eerlijk. Hij is wel dik toch. Mat grijs heb ik voor gekozen. Ik zoiets had van ja. Dat staat gewoon. Ja, je moet wel een goede kleur erop hebben. Niet zwart of wit of zo. Dan pak dan gewoon een dik mat grijs. Snap je? Ja, rij anders ook wel langzamer. Ik vind het knap dat jullie trouwens in het zand kunnen rijden. Goeiedag schotelheer en heer. Dit zijn Ans en Piet. Ans en Piet die waren aan het knokken. Ik kwam ertussen en ik zeg van dames en heren nu stoppen. En ze gingen gewoon verder. Dus ik heb wapenstokkers gepakt en ik heb slagen uitgedeeld. Je snapt zelf toch, B. Yo. Even afwachten of niemand wil tot leven komen. Want dan gaan we verder klappen met wapenstokkers. Nou, als ze tot leven komen dan gaan we even sorry zeggen. Kijk, één iemand leeft. Mijn vrouw, die mij als eerste sloeg. Die gaat wel mee moeten naar het ziekenhuis. En even kijken of de gentleman ook herstellende is van zijn... Oh. Ja, dan alleen voor die vrouw, nee toch? Wel een mooie branca jongens, complimenten. Ja, we gaan mee naar mijn vrouw. Er omheen, tegen me aan, nee net niet. Rapido, rapido.
Zo grappig zijn als hij dood is, dan is hij echt... 12.01, 12.01. Ja, Lincoln, ja, hij leeft ook. Dan gaan wij meteen door naar een winkeldiefstal. Hier is een buitengym, het mag gewoon. Buitengym mag. Binnen gym helaas niet. TP, keurig geparkeerd. Ik weet niet of het een heterdaadje is of dat het al is geweest of wat dan ook. Zitten ze in de beveiliging te plaatsen. Hallo agent. Ja, blijf je nou echt in beeld staan? Ik snap dat het dicht is, maar moet hier toch zijn, je pot onder je. Hey officer, de scumbag is in de back. Ja, goeiedag, hallo. Hallo agent, fijn dat je er bent. Ja, schrik zei. Hij, deze persoon hier probeerde wat spullen te stelen hier binnen. Ik heb hem nog niet eerder gezien. We willen hem sowieso een winkelverbod geven. Nou agent, hij, de verdachte dus. Zo simpel is het eigenlijk helemaal niet. Ik ben mijn baan verloren, het zijn moeilijke tijden, snap je. En ik moet echt wat spullen halen voor mijn kinderen. Ik heb niet heel veel geld, zo ik moest dit proberen. Kun je me please, kun je me alsjeblieft vergeven en me nog een kans geven alsjeblieft? Nee, dat kan niet. Het is gewoon straf of feit en Wim is niet zo van het zielige gebeuren. Dus luister, spikje man, spik, kerel man, pik. Ik wil sowieso jouw identiteit even zien. Kijk, ja. Van jou hoef ik niet. Thanks. Idioot. Van jou. Wow, hold up. Ja, nu heb ik hem. Oké, okay, dank. Goed. Controleer even het systeem. Ja, hoor. Ga ik sowieso wel vragen. Go on. En jou? Crap. Ja, hoe zat er nou weer met een winkeldiefstal? Moeten ze nou sowieso mee? Ja, hè? Ja. Dus ik ga je arresteren. You're under arrest, you piece of crap. Ja, dat is juist de hele ophef, dat ze mee moeten en dat er zo lang over moet worden gedaan omdat ze dan één klein dingetje hebben gestolen. Ik ga je nog even fouilleren. Het is alvast een transportje vragen. Een zakmes, dat is blijkbaar verboden, of niet helemaal verboden, maar ja, in Nederland geloof ik wel. En medicatie wat niet gemarkeerd staat, zeg maar, dus er staat geen, heet het in. Geen, geen beschrijving van wat het is. Dus ook een beetje verdacht. Hij heeft nog een camera en een magazine, een tijdschrift wat niet helemaal geschikt is voor sommige kijkers. Jij gaat mee naar buiten. Transport 1 staat als goed is ook wel buiten. Of die komt te gaan. Prima nog wel. Ik zit alleen niet meer in. Maar nu wel. Zo. De meneer gaat mee met de transportwagen en wij gaan weer door. Attention all units, we have a suspect on the run in downtown Vinewood. Oh. No, 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 no. Er is een of andere William of zoiets, ik zag de naam even niet. Die is gesignaleerd, of die staat gesignaleerd en die is gesignaleerd, als jullie me begrijpen. Dus die wordt nog gezocht en iemand heeft hem gespot. Denk ik, dat zo zit. En het kan ook zijn dat hij sowieso nog wordt gezocht en dat we nu een huis
bezoek gaan brengen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is de groen pikje manspik. Al met al, we gaan iemand arresteren. Of neerschieten. Of wij worden neergeschoten. De bus inhalen. Zo. Gelukkig kan dat allemaal met zijn Aston Martin. Ja, je wacht hem maar even netjes. Maar dat is toch best groot, hè? Officers proceed with caution. Oeh. En toch maar even opletten voor onze eigen veiligheid. Kogelwerend aangetrokken. We gaan een netje erbij vragen. Oeh. Oh nee, dat wil ik niet. Oh, cutie. Doe eens, woef. Wat? Kun je ook iets? Zo! Hij kan blaffen. Kom. Lego, my boy. Doe je echt alleen dit? Zie jij de verdachte al? Hij ziet de verdachte natuurlijk. Ga niet blaffen, joh. Hoe heet die gek ook alweer? William Dust. Er is erbij. Politie, we hebben een bevel tot binnentreden. William, maak jezelf bekend. William, kom tevoorschijn met je handen omhoog. Jij bent gewapend en ik ook, denk ik. Ja, ja, rennen. Run, bitch, run. Dat is hier nodig, bro's. Auw. Ah, deze zit te plaatsen. Lekker boys, kom naar binnen dan. Dat is een cameraman, je weet toch. Handjes omhoog. Ah. Ga naar binnen, ga naar binnen. Ja, die hond is helemaal te blaffen, joh. Hey! Ewa! Meldkamer, we hebben hem. Ah, nou, hij had mij bijna ook. Maar dat maakt niet uit. Dank u wel, dames en heren. Het is einde BTGV. Einde BTGV. Eén man aangehouden. What the fuck? Dat heb ik nog nooit gehoord. Bijkomen. Zo. Hond. Snuf, snuf, snuf. Waar ben je? Daar ben je.
Je bent best lief. Maar je luistert niet. Hey! Not cool, hè? Hij schoot op mij, hè? Not cool, hè? Wat gaan we ermee doen dan? Pat down the pet by my buddy. Fouilleren mijn stand, Pikman. Jij bent lief, maar ik kan niks met je. Denk ik. Ah, er viel wel even bij. Logisch. Want het is goed aan mij. Transportje en we gaan door. Nou, de laatste melding of achtervolging of wat dan ook wat we gaan doen. Ik ga die Doggo Dog eens uitproberen te vogelen. Iedereen trouwens dismissed. Zo. En deze neemt hem mee. Kijk hem lopen dan. Ja, Doggo Dog. Hey. Kijk, die is toch veel lelijker. Grote vriend. Ik ga jou moeten achterlaten. Ik snap het niet. Het spijt me, amigo. Wacht, kan ik hem niet gewoon op een waardige manier achterlaten? Ja, zo. Hij is weer terug in zijn kooi. En wie heeft er zin in een achtervolging? Ik wel. Dus, ga jij... Heb jij iets op de kerfstok staan? Wie gooit er de afval weg? Die taxi. Oh, poefje. Wat een kneus, jongen. Hij had hier vluchten voor een Aston Martin, ja, de gek. Zo, hij rijdt wel hard, gek. Oh, een Audi. Ja, het kijkt goed hier. Oeh, we moeten niet de afronding gaan. Niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand. Pakken hem. Oh, we gaan off-road, leuk. Oh! Uitstappen. Staan blijven. Nee, waarom kan ik niks? Ik kan niks. Help. Nee. Fuck. Nou, kan niks. Eens even koekeloeren. Daar hebben we altijd wel een oplossing voor. Ja, jij bent aangehouden. No way. Waar loop je nou heen, Wim? Oh man, ik rust je goed. Fuck you.
Nou, de conclusie van vandaag is in ieder geval, die taxichauffeur die hadden we sowieso gehad. Want als hij, ja kijk, daar loopt hij. We hadden hem in ieder geval uit laten stappen. En als we hadden gekund, dan liepen we gewoon achter hem aan en hadden we hem gepakt. Nu gaat Wim... Hey, hij doet iets. Staan blijven, boef. Stop, police. Ja, op de knietjes. Heel goed, keurig. Putje man, even lekker schieten vandaag. Oh, we hebben al geschoten trouwens. Ja, ik ben aangehouden voor negeren stopteken. Veilig rijgedrag. En alles wat je maar wilt. Dat kun je krijgen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Op een leuke video voor met de SMAT en SMAT staat in de beschrijving. Als dat niet zo is, dan ben ik het vergeten. Maar dan vergeef mij daarvoor. En dan staat hij alles nog in de beschrijving. Want ik ga het niet vergeten. Komt goed joh. Tot dan. Joe, dag. Tot de volgende. Doei joh.